De laatste week van de zomervakantie. En dat betekent in Sleewijk tijd voor de zwemvierdaagse. We zijn in de winter al druk bezig met de zwemvierdaagse. En dan bedenken we de activiteiten. En als we dan dit weer hebben, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is dit jaar de 44ste keer van de zwemvierdaagse. En we hebben ook een mevrouw in ons midden die voor de 50ste keer de zwemvierdaagse zwemt. Ja, je ziet het, vol bad. En we zitten nu al aan de 380 inschrijvingen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik hoop dat we richting de 500 gaan. Is het een goed seizoen voor jullie als zwembad wat betreft de bezoekersaantallen? Ja, we hebben een mooi seizoen gedraaid, maar we moeten natuurlijk wel naar vorig jaar kijken. Dat was natuurlijk wel echt fantastisch. Dus het is iets minder, maar voor ons was het wel een prachtig seizoen. En nu met een team van vrijwilligers hier weer actief op de zwemvierdaagse. Is het moeilijk om die te vinden? Gelukkig gaat dat hier goed. Wij hebben natuurlijk zwemvereniging Bijtelskeel, die hier ook staan met groene shirtjes erbij. En we hebben gelukkig een hele leuke samenwerking. Dus ja, dat is fantastisch. Want zonder vrijwilligers gaat de zwemvierdaagse ook niet door. Nee, en dit is de hele week, hè? Het is nu maandag. Wat staat er allemaal op het programma? Morgen hebben we luchtbeddenrace. Woensdag hebben we natuurlijk de stormaan op het water. Dat zie je wel een beetje de favoriet. We hebben buikschuiven, het sminken. Donderdag hebben we de boot op het water van de modelbouwboot van Werkendam. En vrijdag natuurlijk de favoriet, het muntjesduiken. En bij mooi weer gaan we nog verder met een disco. En met dit weer, dat moet zwetende oksels ook bij jou opleveren. Duik je er straks nog even zelf in? Ja, dat doen we meestal wel. Na sluitingstijd, favoriet natuurlijk de glijbaan. Dan mogen we ook een keer met banden ervan af, hè?